Hi, ik heb een vraagje voor jullie. Hebben jullie wel eens een heer op je stoel gehad waarbij je dacht met knippen, zo ga ik er niet komen? Ooit wel eens aan een permanent gedacht? En dan bedoel ik niet het permanentje van grootmoeders tijd, waarbij je van die schapenkrulletjes hebt, maar dan bedoel ik echt de nieuwe trendtechnieken voor de heren. Met permanent kan je namelijk zoveel meer. Je kunt er textuur mee maken, je kunt er volume mee maken en je kunt de probleemzones oplossen. En die oplossing, die willen de heren graag. Mijn naam is Karin Meiboom-Heikans. Ik knipte vroeger al mijn Barbies hartstikke kaal, maar ik heb inmiddels al wat bijgeleerd. 35 jaar zit ik in het vak, ik heb een eigen salon, ik heb een eigen opleiding en ik werk voor Pivotpoint. Vandaag sta ik hier voor de masterclass permanent technieken voor heren. En ik ga jullie lekker meenemen in deze video. Eerst even dit. Ja, ik schrok ook. Maar ook hier hebben we wat leuks van kunnen maken. Zoals jullie zien op de achtergrond. Ik ga jullie gelijk meenemen naar de inspiratie waar ik door geïnspireerd werd. Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Ik haal mijn inspiratie eigenlijk overal vandaan. Ik kijk heel goed rond me heen. En ik projecteer dat weer op de heren. Kijk even mee naar een paar beelden. Daar zien jullie een leuke heer staan. En die heeft, hetgeen waar je naar moet kijken, is dat je het plaatje leert lezen. Dus zoek naar vormen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat er is. En kijk hierbij naar de binnenliggende richting. Hier zie je dus dat aan de kant van de scheiding de haren achterover vallen, maar dat hij in de lok aan de voorkant terug naar voren komt vallen. Dus hoe ga je hierbij je permanent wikkeltechniek inzetten? Nou, dat doe je dus met de richting mee van de haren. Dus het ene gedeelte mee terug naar achter bij de scheiding en weer terug naar voren in de lok. En dan zijn we eigenlijk al bezig met de patronen. Want hoe ga je het inzetten? Waar plaats je de wikkels? Dat is dus precies op de plek waar je de richtingen aan wil geven van het kapsel. Over richting gesproken. Kijk even mee naar het volgende plaatje. Daar zie je ook in dat er gewoon een lekkere slag in de haren zit, wat een richting eigenlijk alle kanten op heeft en niet specifiek in een lok gericht. Dus ieder plaatje kan ook weer anders gelezen worden, waarbij dus de richting heel erg belangrijk is. Ik neem jullie ook even mee naar wat je eigenlijk allemaal met die permanent kan doen. Want je kunt daar, zoals ik daar straks in het intro al zei, textuur mee veranderen. Wat is specifiek textuur? Textuur is wat je in de haren ziet. Of je een wat drukke textuur hebt, dat het dus een behoorlijke drukke, wat kleinere krul is, of dat het net een golving is, of dat je gewoon stijl haar hebt, is natuurlijk ook gewoon een textuur. Het kan dus of druk, of stil, of een beetje een combinatie ervan zijn. Daarvan ga je dus ook bekijken wat voor wikkeltechniek je gaat gebruiken. Maar daar kom ik wat later op terug. Wat kun je nog meer doen? Je kunt ook natuurlijk de volume creëren. Wil je wat meer volume aan de aanzet, terwijl de rest, terwijl je eigenlijk haar hebt wat sluiken valt, dan kun je dat ook gewoon maken met een permanent. En dan ook heel belangrijk, we kunnen er probleemzones mee oplossen. Zo krijgen we op het moment heel veel heren in de stoel met dat haar wat naar voren groeit en die willen wij naar achter halen. Nou, dat kan dus allemaal met je permanent. Nou, ik sta al klaar om te wikkelen, maar we gaan eerst nog eens even kijken naar de plaatsing en de patronen voor de wikkeltechnieken. Nou, ik heb het daarnet over de richting gehad. Dan is de plaatsing natuurlijk heel belangrijk, want die plaatsing moet dus met de richting mee zijn. En daar moet je dus je patronen ook op afdelen. Dus niet vergeten, naar de richting kijken en de juiste patronen afdelen voordat je gaat beginnen met je wikkeltechniek. Jullie kennen allemaal de patronen, negenvaks, waaienwikkelingen en bouwsteensgewijs. Nou, ook hier gaan we wel een stukje gebruik van maken, maar we gaan het nu veel meer gericht, gepersonaliseerd, richting de heer die op jouw stoel zit. We gaan het even hebben over de tools, want
er is nogal wat op de markt van tools. En wanneer gebruik je nou wat? We kennen de shapers en we kennen de gewone wikkels. Wanneer gebruik je nou de shapers en wanneer pakken we een wikkel? Een shaper kan je wat natuurlijker neerzetten. Daar heb je verschillende maten van. Je hebt allerlei soorten en maten. Ook allerlei soorten wikkels. Zelfs ook met vierkantere gedeeltes. Die kunnen bij heren ook goed gebruikt worden. Dat je net toch wat andere krul krijgt in plaats van de ronde krul bij de dames. We hebben ook de gewone wikkels. Daar kunnen we nog speciale technieken mee uitvoeren. Die ga ik dadelijk even aan jullie laten zien. Als jullie op het volgende plaatje kijken, dan zien jullie verschillende wikkeltechnieken. Ik zal er eens even wat voordoen. De eerste wikkeltechniek die jullie daarop zien staan, is de duo-wikkeling. En hoe gaat die? Nou, die kunnen we zowel bij de dames als bij de heren toepassen. Vandaag zijn we natuurlijk specifiek voor de heren bezig. En dan heb je dus vaak dat we een wat grovere aanzet willen en wat meer krul in de punt, zoals dat op het eerste plaatje wat jullie gezien hebben. Nou, hoe kan je dat doen? Je kunt dus een grovere wikkel kiezen voor in de aanzet en dan begin je een beetje halverwege je scheiding. Nou, je slaat het haar er één keer omheen en je wikkelt hem keurig naar beneden. Daar zet je hem met het elastiekje, zet je hem vast, zodat hij goed vast zit, dan houden we natuurlijk een gedeelte over. Hier kun je bij kiezen. Of je kunt hem stijl laten als je echt alleen maar volume wilt aan de aanzet. Of je draait hier een andere wikkel in naar keuze. Wil je wat kleinere krulletjes, dan kun je voor een kleinere wikkel kiezen. Deze of zelfs deze. Nou, ik ga nu voor de blauwe. Waar je wel even op moet letten, is dat je hem langs de voorkant, nu sta ik uit beeld zeker, dat je hem langs de voorkant inwikkelt met je vloeipapiertje. Nou, je gaat tegendraads, ga je wikkelen en je wikkelt de wikkels bovenop elkaar, waardoor je dus twee wikkels in één scheiding krijgt. En zo blijft hij dus in elkaar zitten en kun je kiezen waar je voor gaat. Of een extra aanzet en kleiner aan de punt of andersom. Ik heb nog een wikkeltechniek voor jullie. Ik ben zelf erg fan van vergrote basissen. Wat wil dat zeggen? De basis zit hier aan het begin. Als je die dus twee keer de wikkeldikte pakt, dus in plaats van één keer de basis, twee keer de basis of zelfs nog drie keer de basis, dan krijg je dus dat je op de basis net wat minder volume krijgt dan in de rest van de punten. Wat bij heren natuurlijk wel veel voorkomt. Nou, wanneer je die vergrote basis opneemt, is het wel belangrijk dat je dat doet met een zigzagscheiding. Lekker zigzaggen over de hoofdhuid, dat zijn we bij de dames niet helemaal gewend. Dat je dit soort scheidingen krijgt, waardoor straks het geheel mooi in elkaar overloopt. En vanuit hier gaan we weer de wikkel indraaien. Voor nog meer technieken, dan ga ik natuurlijk even die andere heer erbij pakken. Niet deze engert. Nou, dankjewel. Daar ga je. Daar is die dan. Dit ziet er beter uit, hè? Mooi baardje. Als je goed kijkt naar alle koppen die ik meegenomen heb, dan zie je ook allemaal verschillende baardjes. Ze zijn overigens niet gepermanent. Nou, wat gaan we doen? Als jullie kijken naar dat, nog even terug kunnen inbeelden, het allereerste plaatje wat jullie gezien hebben. Daar heb je dus gezien dat er die heer geknipt is met een scheiding aan de linkerkant. Net zoals deze kop. En dat dus aan de linkerkant, dat daar dus de richting naar achter is en dat de lok terugkomt aan de voorkant. Dan kom ik even terug op de patronen, want hoe ga je dat nou afdelen? En waar ga je die afdeling maken? Nou, die afdeling die gaan we dus plaatsen naar achteren toe en één gedeelte naar de voorkant.
Daar gaan we de wikkels naar achter plaatsen en deze gaan we terug naar de voorkant plaatsen. Voordat ik deze ga wikkelen, laat ik even nog wat patronen zien. Het eerste patroon, wat jullie ook zien op de volgende slide, daar zien jullie een wikkeltechniek die echt in richting gewikkeld is. Bij deze heer valt de haren naar de rechtse kant. Dit gedeelte valt een klein beetje naar voren en hij heeft een probleemzone op de kruin die wij dus naar achter wikkelen. Nou, je ziet hoe die opgenomen is. Het is allemaal een beetje zigzaggend dat we geen rechte scheidingen krijgen. Dus dat het mooi over gaat lopen in elkaar, wat voor de heer wel erg belangrijk is. Op de kruin, ik zal hem even omdraaien, dan denk je, wow, hoe heeft zij gewikkeld? We hebben geen mooie verdeling over de wikkel heen. Nou, dat komt dus doordat ik de scheiding geweven heb. En als je het weeft, is het ene gedeelte wel gekruld en het andere gedeelte niet gekruld, waardoor die mooi overloopt naar de achterkant en je ook niet zo'n rechte rand ziet. De volgende voor jullie. Daar hebben we eventjes voor de shapers gekozen. Deze die heeft ook een beetje een richting naar achter toe, wat jullie op de slide kunnen zien. Want de foto staat erbij hoe die eruit ziet. Ook hier zie je weer, heel specifiek voor heren, de geweven en gekartelde scheidingslijnen. Vergrote basissen die we dan hebben, zodat die aanzet wat meer volume geeft. En aan de punt de krul wat sterker is. Voordat we aan de gang kunnen gaan met onze wikkels in te draaien bij een heer, dan moeten we ze eigenlijk wel een klein beetje overtuigen. Want die heer die heeft echt het idee dat hij straks met van die leuke schaapjes naar buiten gaat. Die willen gewoon wakker worden met die handen door die haren en klaar. En laat dat nou net hetgeen zijn wat wij zo specifiek doen bij het permanente bij heren. We gaan een afdeling maken. Nou, wat doen we altijd? We doen echt altijd van die scheidingjes maken waarin de afdeling gemaakt is. Ik hou me meer in mijn hoofd, want ik wil niet de recht permanente. Ik wil juist dat er zo weinig mogelijk scheidingen in zitten bij die heren. Ik hou wel die richting en die vorm in de gaten. In dit geval dus naar achter en hier terug naar voren om een mooie lok te maken. Nou, hoe neem ik op? Ik ga hem zigzaggend opnemen hier aan de aanzet. Nou, je ziet al wat er gebeurt. Het loopt lekker door elkaar heen. Als jullie goed naar het plaatje gekeken hebben met de slide, dan heb je gezien dat we hier aan de aanzet een wat vergrote aanzet hebben. Dat die net wat grover valt en dat de punten wat kleiner zijn. Nou, ik heb jullie daar straks een duo wikkeling laten zien. Ik laat je nu nog een dubbele wikkeling zien. Er zit verschil in. Let op. Ik ga beginnen met het vloeipapiertje. Het puntpapiertje moet ik eigenlijk zeggen. Nou, ik hou mijn vingers altijd. Daar hou ik tussen mijn duim en mijn wijsvinger hou ik dus de scheiding vast. En het puntpapiertje gaat tussen mijn middelvinger en mijn duim in. Ik pak eerst een kleinere wikkel, want ik wil aan de punt een wat kleiner resultaat hebben. Mijn duim neemt eigenlijk de haren over, mijn vinger gaat er tussenuit. Nu duw ik de wikkel er tegenaan. En er zijn heel veel manieren om puntpapier te gebruiken. Hetgeen wat ik doe, is dat ik hem dus mijn wikkel en het haar, het vloeipapier, vasthoud tussen mijn duim en mijn middelvinger. Met mijn duim pak ik eigenlijk de punt mee vast. Ik draai hem iets op. En ik vouw net dat papiertje ertussen. Je hebt er geen lange nagel voor nodig. Echt niet nodig. Nou, ik draai hem een klein stukje in. Als ik bij de aanzet kom, dan kan ik er dus een grovere wikkel of zelfs nog eenzelfde wikkel zou ik erbij kunnen stoppen. Dan heb ik dus de dubbele wikkeling en dan draai ik ze samen, draai ik ze verder. Waardoor ik dus die mooie aanzet krijg en daarna pas de krullen. Nou, je zet ze wel allebei vast met je elastiekje. Dan heb je dus twee wikkels in één scheiding.
Nou, dan gaan we gauw door naar de volgende. Ik pak de volgende wikkel. Ook weer lekker kartelend opnemen met een beetje een vergrote basis. Bij deze wil ik wel gewoon één wikkel indraaien. Omdat ik hier overal dezelfde krulsterkte in de hele lok wil. Nou, die mag wat grover zijn. Ik ga hier nu kiezen voor een shaper. Want die kan ik lekker op een natuurlijke wijze neerzetten. Nou, ik draai die ook weer op. Met mijn vinger duw ik het haar weer ertussen. En ik zorg dat de spanning en de spreiding op de wikkel overal juist blijft. En ik ga door naar de volgende. Het hoeft geen uren te duren, dit. Hebben jullie de techniek van de folie al in de gaten? Hoe die werkt? Het is zo fijn, want ik hoef er op deze manier niet met mijn kammetje nog rondheen te gaan. Waardoor je mogelijk de kans hebt dat je de spanning en de spreiding weghaalt. Het grote specifieke verschil van permanent bij mannen en permanent bij de dames is dat je eigenlijk die mannen wel moet overtuigen dat je dus heel natuurlijk kan permanenten. En dat we er niet echt gewoon hele schapenkrulletjes van maken. Bij de dames mag je nog wat meer krul zien. Bij de heren is het vaak toch voor probleemoplossing en een mooie grove slag in de richting dat je hebben wil. Nou, de richting naar achter, deze kant, die hebben we eigenlijk ingezet. Die gaat straks mooi die kant op vallen. Maar ben ik bij de laatste wikkel uitgekomen. Wat ik eigenlijk ook een beetje vergeten vertellen, is hoe je, waar je de wikkel plaatst in het gedeelte wat wij de basis noemen. Wanneer je de haren loodrecht in 90 graden uit de huid haalt en je gaat je wikkel indraaien, dan komt die eigenlijk een beetje half over de basis komt die uit. Waardoor je dus een klein beetje loop je hebt aan die aanzet. Hij zakt daar een klein beetje weg. Wil je echt een krul maken die optimale volume heeft, dan zal je hem niet op 90 graden moeten projecteren, maar dan zul je hem in een hoek van 45 graden moeten houden. Als je hem daar indraait, dan komt hij precies in zijn bedje, oftewel precies bovenop de basis. Maar dan geeft hij heel veel volume. Dat is eigenlijk niet wat ik wil. Dus ik kies bij deze voor een beetje half op de basis. Dus in dit geval projecteer ik het haar in een hoek van 90 graden. Pak de haren bij elkaar. Vloeitje neerleggen. Je wikkel er tegenaan. En ik ga hem een beetje half over de basis in zijn bedje leggen. Daar dus. En dan moeten we na gaan denken over het chemische proces. Welke vloeistof ga je pakken? We kennen natuurlijk de vloeistof nummer 0. Die is voor wat haar wat stugger is. We kennen de vloeistof nummer 1 voor wat meer natuurhaar. En we kennen de vloeistof nummer 2 voor gekleurd haar of voor fijner en wat breekbaarder haar. Dus maak een goede keuze. Die is net zo belangrijk als je wikkeltechniek. Het chemische proces, die heb ik jullie lekker bespaard. Ik heb hem uitgespoeld en gedroogd. Eigenlijk niet veel bijzonders aan gedaan. Lekker grof gelaten, grof van krul. Alleen hier heb ik hem even vastgepakt. Maar weet je nog, de wikkel die we hier geplaatst hebben, groffer aan de aanzet, die dubbele wikkeling, die duo-wikkeling die we daar hadden. En waarbij dus de krul hier wat groffer is en dan wat fijner naar de punt toe loopt. Nou, dat zie je hier dus mooi terug. Ik heb dit voor jullie gegoogeld. Ik heb op TikTok gekeken, ik heb op YouTube gekeken en ik kom er eigenlijk heel weinig van tegen. Nou, dat is mooi, want je kunt je hier dus enorm mee onderscheiden. Dus overtuig die heren, want het wordt echt gewoon een leuke trend. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er allemaal wat aan gehad hebben en dat je er natuurlijk mee aan de slag gaat. Nou, tot ziens. Wie weet in de volgende video.